Deze week is de Tocht der Tochten voor motor- en zeilboten, maar ook voor kano's en kajakken van start gegaan. Afgelopen maandag vertrok de bonte stoet vanuit de Prinsentuin naar de Sneeker Waterpoort. Halverwege de route sprak Omroep Leo met commissievoorzitter Lia Kolk van watersportvereniging De Meeuwen en vroegen haar wat de Elfstedenweek precies inhoudt. Het is een vaartocht van een week langs alle 11 steden van Friesland. Precies wat de naam zegt. Ja. Wat voor boten moet ik dan denken? Dat is heel divers. Dat zijn van zeilboten, roeiboten, kano's, heel veel kano's, tot grote motorboten. Ja, er is één open zeilboot. Okay, want hoeveel deelnemers hebben jullie? Er zijn ongeveer 60 motorboten en 120, 130 kano's. Twee roeiboten. Oh, en niet te vergeten, twee solarbootjes hebben we deze aflevering. Is dat speciaal? Ja, dat is nog niet eerder gebeurd. De toertocht wordt niet ieder jaar gehouden, maar elke 3 jaar. Dit mede doordat de organisatie ervoor erg veel tijd kost. Wij beginnen bij de algemene ledenvergadering van de watersportvereniging. 2 jaar daarvoor wordt een voorzitter benoemd, officieel. En die moet een ploeg om zich heen verzamelen. Dan gebeurt er in dat het kost natuurlijk eerst ook tijd voordat je een grote groep vrijwilligers hebt. En dan zorgen we ervoor dat de folder, digitaal, en we hebben ook nog een aantal gewoon op papier, dat die klaar is voor de grote vakantie van het jaar daarvoor. He, dus dat is nou een dik jaar geleden was dat ding klaar. Ja, want jullie organiseren het om de 3 jaar? Het is om de 3 jaar, ja. Waarom niet ieder jaar? Dat weet ik niet, dat is al heel lang zo. En ik denk zelf ook dat je dan minder deelnemers krijgt. Jullie moeten het wel voornamelijk hebben van deelnemers van buiten Friesland. Moeten hebben, dat is de doelstelling ook. Okay. Het promoten van de watersport in Friesland. Ja, want wat hoor je dan terug als mensen uiteindelijk die de hele toertocht hebben gedaan? Willen ze vaker terugkeren bijvoorbeeld naar Friesland? Ja, meestal wel, ja. Meestal zeggen ze we hebben het nu in een week gedaan. Maar we komen nog een keer terug en dan doen we het wat langzamer. En dan hebben we ook wat meer tijd om alle steden te bekijken en de musea en noem maar op. Gisteren kenden de deelnemers een zware dag. Met name door de regen was het voor velen lastig om over het Slotermeer naar Stavoren te varen. Dat mag je stellen. Het was heel erg slecht weer gisteren. Hoor je de deelnemers dan ook klagen? Ja, uiteraard. Maar ze komen ook wel eens wat in de problemen, bijvoorbeeld op het Slotermeer. Dat is een ondiep meer met een grote golfslag. Ja. Dus ja, dan kwamen toch twee roeiboten die liepen wel vol water. Eén van de deelnemers doet al jaren mee aan de driejaarlijkse tocht langs de 11 steden. Maar had nog nooit zo'n zware tocht meegemaakt. Ik heb gisteren een meneer gesproken, die heeft heel vaak meegedaan. En ook wel met harde wind, maar hij zegt, dit was toch wel een van de zwaarste dagen die ik ooit gedaan heb. Want het was en harde wind en heel veel regen. Echt heel veel regen. Ja, dan is het Slotermeer ook niet echt een meer om lekker met je kanootje overheen te gaan. Nou nee, dat is gewoon zo. Maar dan is ook door de Luts en richting Staveren is gewoon ook niet leuk. De Elfstedentocht duurt nog tot en met zaterdag. Dan worden de boten terugverwacht in de Prinsentuin.